Oké, daar ben ik dan in de Fit for Free in Zaandam. En ik ga vandaag even een full body workout doen. Ik ga wel echt even vol gas. Want dit is een sportschool, jongens. Wow, wow. Dit is misschien echt 10% van deze sportschool. Maar ik heb echt mega veel ruimte en dingen. En superleuk. Dus ik heb er super veel zin in. Eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit wat je doet tijdens een opwarming als je lichaam maar warm wordt. Let er wel op als je je benen gaat trainen dat je benen warm worden. En als je je bovenlichaam gaat trainen dat dat warm wordt. Dus in dit geval wil ik eigenlijk dat mijn hele lichaam warm wordt. Het is ook heel erg leuk om iets te doen om een beetje iets anders te doen met je lichaam. Bijvoorbeeld wat ik hier doe, even naar achteren rennen. Dat je ook een beetje wat doet om je coördinatie een beetje wakker te schudden, zeg maar. Oké, bij het eerste gedeelte van de training maak ik 3 oefeningen die ik achter elkaar zonder rust door ga doen. En begin ik met een kettlebell swing. Daarbij gebruik je je billen, je benen, hamstrings, rug, buik, eigenlijk ook je armen. Dus je gebruikt gewoon je hele lichaam met deze oefening. En het is een hele zware, dus je hebt een hele hoge hartslag hiermee. En deze doe ik 20 herhalingen. Dan ga ik door met 20 squats. Deze doe je meteen na de vorige oefening. Maar je mag hem wel op je eigen tempo doen. Dan ga ik meteen door met de deadlift. Deze doe ik 10 herhalingen. Let op dat je je eigen gewicht gebruikt, dus niet meer dan dat je aan kunt. Duw mijn heupen goed naar voren op het einde. En hou vooral je rug recht. En dan pak ik de kettlebell weer, want ik doe deze routine, deze 3 oefeningen, doe ik 3 keer achter elkaar. Na de opwarming en 3 keer deze 3 oefeningen zit ik op 23 minuten en 217 calorieën voorbrand. Oké, alle vrouwen die hun billen willen trainen, die mogen deze oefening eigenlijk nooit overslaan. Let wel op met het gewicht en met je rug, dat het niet te zwaar wordt. Dus je staat in een brug, met je rug ergens op. Kan ook op de grond, maar ik vind het prettig om ergens op te leunen. En dan doe ik hem 10 herhalingen en dan 4 sets.
Lukt het je om aan het einde van de 10 herhalingen nog even 10 seconden vast te houden, dan is dat helemaal top. Dan voel je je billen branden. En na deze oefening mag je minimaal een halve minuut wel even uitrusten, want je moet echt even op kracht komen om het maximale weer uit de volgende sets te halen. Dan gaan we een oefening doen voor de triceps, ook wel het dippen genoemd. Je houdt je vast langs de rand en je laat jezelf bijna tot aan de grond zakken en je duwt jezelf weer op. Doe deze oefening 20 keer en dan 3 sets. Oké, nu gaan we een hele intensieve doen. Jump, lunge, split, weet ik veel iets. Maar je springt zo hoog mogelijk en je laat jezelf zakken. En je voet blijft aan de achterkant. Dit is echt een hele pittige, maar probeer hem 10 keer aan de ene kant en 10 keer aan de andere kant te doen. En dan 3 sets. Omdat ik van afwisseling hou en mezelf soms een kind voel, maak ik even een sprongetje tussendoor. Oké, ik weet niet of je deze dingen wel eens hebt zien liggen in de sportschool. Ik heb ze zelf pas echt sinds een halfjaartje ongeveer ontdekt. En ik heb echt spijt dat ik ze niet eerder heb ontdekt. Doe ze om je enkels. En dan kan je ze straks vastmaken aan dit apparaat. Wanneer je dit voor het eerst doet, dan begin je gewoon met zo min mogelijk kilo's. En dan kun je daarna rustig voelen hoeveel je kunt hebben. Hou spanning op de hamstrings en span vooral ook je billen heel goed aan. Ik vind het prettig om zo naar achter te schoppen, maar sommige mensen doen het ook anders. Mijn belangrijkste tip voor dit soort oefeningen is, doe gewoon wat goed voelt en wat je zoveel mogelijk voelt branden in je billen. Dat zijn de grote spieren die je wilt trainen bij deze oefening. En ik doe deze 10 keer aan de ene kant en dan weer 10 keer aan de andere kant. En omdat je steeds per been traint, kun je gewoon doorgaan. Heb je geen rust tussendoor nodig. Ik ga nu de abductor doen voor de billen en de heupen. En deze doe ik 3 keer 15 herhalingen. Ik wil deze oefening even een klein beetje toelichten. Want ik ga namelijk altijd een beetje naar voren zitten. Dan heb ik veel meer gevoel in mijn bilspier en dus denk ik dat ik daardoor mijn billen beter train dan wanneer ik naar achter zit, want dan gebruik ik naar mijn idee meer mijn buitenbenen. Altijd even op tussen de oefeningen door die in de toestellen zijn, want dan kan mijn bloed weer even terugstromen en dan loop ik eigenlijk maar één rondje en dan begin ik weer, want bijna iedereen neemt veel te veel rust tussendoor, dus we gaan weer. Volgens mij heb ik tot nu toe eigenlijk alleen maar benen gedaan, maar ik ben toch eigenlijk wel heel erg van mening dat als vooral bij vrouwen, mannen die willen natuurlijk heel graag grote borsten en alles, maar de meeste vrouwen die willen natuurlijk eigenlijk allemaal gewoon liefst hun billen, buik en soms een beetje triceps trainen, billen, buik, benen, BBB's, je kent het wel en zo ben ik dus eigenlijk ook altijd aan het trainen, maar ik heb wel heel veel hele goede vrije oefeningen gedaan waarbij je ook
meteen heel veel buik en heel veel rug en armen meepakt. Dus vergeet het maar dat ik geen hele body workout heb gedaan. Dat heb ik echt wel gedaan. Want met die oefeningen die ik heb gedaan, train je gewoon echt je hele lichaam. En wat heel belangrijk is om te weten, door het trainen van je benen maak je heel veel testosteron aan. Maar, nog veel belangrijker voor ons, haal je gewoon de allerhoogste verbranding. En daardoor is je training gewoon zeer efficiënt. En als je bijvoorbeeld zou gaan opdrukken of vooral buik los zou gaan trainen, zit je veel lager in je hartslag, heb je minder hoge verbranding, verbrand je minder calorieën, val je minder snel af, mocht je dat willen. En ja, ik ben niet aan het trainen om af te vallen, zoals jullie misschien weten. Ik train voor spieropbouw. Dus daarom train ik ook het liefst de spieren die ik ook echt wil laten groeien. En dat zijn mijn billen en mijn benen. Ik vind dat mooi als ik stevige billen en benen heb. En natuurlijk een gespierde buik vind ik ook mooi. Dus dat. Yeah. Oké, we zijn aan het einde gekomen van de workout. Maar ik kreeg laatst een vraag van iemand op mijn YouTube kanaal. Hoe zit het met je opwarming en je stretchen op het einde? Doe je dat wel? Nou, zoals jullie nu hebben gezien in deze hele video van deze hele workout. Ik heb in het begin ongeveer 5 tot 10 minuutjes opwarming gedaan. Dat doe ik eerst door gewoon een beetje lopen, rennen. Maar je kunt ook gaan fietsen. Dat is een hele goede of steppen. Maar als je geen apparaat hebt, dan kun je ook voor kiezen om bijvoorbeeld eens wat te gaan lopen. Je kunt op één plek wat gaan springen. En je kunt bijvoorbeeld lunges doen. Dat doe ik eigenlijk altijd als opwarming. Maar misschien is dat een beetje te heftig als je normaal nooit lunges doet. Dus doe dat alleen als je ze vaker doet en wel al wat gewend bent. Het is namelijk niet de bedoeling dat je in je warming-up in een hogere hartslag komt zitten dan tijdens het middenstuk van je training. Dus begin gewoon met iets rustigs. Misschien iets leuks om een beetje je coördinatie te trainen. Een beetje met één been zwaaien bijvoorbeeld. Kijken of je in evenwicht blijft. Dat zijn hele goede dingen. Als opwarming vooral natuurlijk als je je benen gaat trainen. Als je je armen gaat trainen, dan kun je beter met je armen gaan zwaaien. Dat snap je misschien ook wel. Goed, en dan op het einde van de training, daar zijn we nu aangekomen, dan doe ik altijd stretchen. Maar stretchen is eigenlijk alleen maar belangrijk als je dat zelf prettig vindt. Omdat ik zelf mijn lenigheid graag wil behouden die ik heb vanuit mijn jeugd. Ik vind het prettig om dat te behouden. Ik voel me altijd heel erg stijf als ik dat niet doe. Dus ik doe zelf wel 5 minuutjes even een kleine stretch. En ik heb wel het idee dat dat helpt ook een beetje voor minder spierpijn. Dus, nou, dat doe ik dan. En dat zal ik dan nu in deze workout ook even laten zien wat ik dan zo'n beetje doe. En trouwens, buiten mijn gewone trainingen zoals dit, doe ik ook nog 2 keer in de week yoga. En dat is ook echt mijn stressoefening dan. Maar goed, we gaan nu even deze doen. Die ik dan na de training doe. Calorieën.